Maandagmorgen of bijna middag, en dat betekent een crypto markt update. Er is dit weekend vrij veel gebeurd in de crypto markt, en daarnaast zijn de aandelenmarkten natuurlijk ook weer geopend. Het ziet er redelijk wat bearish uit, en ik heb slecht nieuws, maar ook goed nieuws. Dat en meer dus in deze video. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst natuurlijk welkom op dit kanaal. Ik deel hier alles omtrent trend crypto voornamelijk crypto trading, ook investeren in beleggen, token reviews, platform tutorials, alles wat je moet weten omtrent crypto. Dus vind je dit tof? Crypto, geld verdienen met crypto, overweeg even om die rode abonneerknop te klikken onder deze video. Daar ben ik je sowieso heel dankbaar voor en geef even een like aan deze update als je het of dit tof vindt. Ik wil even beginnen met Instagram. Want ik heb een nieuwe giveaway-actie gelanceerd. Ik heb gewoon zin om weer eens wat terug te doen en weg te geven. Dus bij deze: één keer MacBook Pro, één keer iPhone 13 Pro, Apple Watch en AirPods. Um, de post staat live op mijn Instagram. Je kan daar rustig even kijken wat je zou moeten doen. Ja, het is voor iedereen. Um, je moet een Bybit-account hebben via mijn link. Maar heb je dat al een keer eerder gemaakt via mijn link? Dan kan je ook gewoon meedoen met de winactie. Zo niet. Heb je een account niet via mijn link? Moet je even een nieuw account aanmaken. Als je mee wilt doen, natuurlijk. Niks hoeft. Maar je kan mooie prijzen winnen. Daarnaast, zet 1000 dollar op je account en plaats een future trade. Hoeft niet per se met die 1000 dollar. Gewoon een trade plaatsen terwijl je die 1000 dollar op je account hebt gezet, is voldoende. De inleg van die trade kan je zelf kiezen simpelweg tag drie vrienden zo morgen zeg tag drie vrienden onder deze post en like hem deel in story voor hoogte kansen goed live op instagram ga checken als je dat graag zou willen winnen dan duiken we direct even de charts in en dat is beginnen met uh, Bitcoin. Want Bitcoin heeft even, en dat was vrij bullish, die 25.000 dollar gebroken hier uh, boven dit resistance gebied die je ziet. We zijn eigenlijk uh, al een tijd bezig hier met uh, ja een vrij bullish prijsactie. Dus we hebben hier een low, we hebben een high, higher low, higher high, uh, higher low en vervolgens meer higher highs. Uh, je ziet hier een kleine low. Maar hier hebben we weer een low. Als we hier die low maken, hebben we nog steeds zitten nog steeds in die mooie uptrend. We krijgen support op de 50 moving average. Wat een belangrijke is. Als we die zouden breken, die 50 moving average. Dus die oranje lijn, dan gaan we weer terug uh, naar die 23.500 dollar ongeveer. Maar zoals je nu kan zien, houden we redelijk support op die 50 moving average. Wat uh, positief is in dit geval voor de prijsactie. Maar wat je wil zien op die korte termijn, is dat we dus dit grote resistance gebied breken. Echt sluiten boven die 25.000 dollar eventueel gaan voor die retest en dan hogere prijs targets aan gaan vallen. Maar zolang we die 25.000 dollar, 25 dollar niet gebroken krijgen met bitcoin en we daar niet boven sluiten met een daily candle, um, acht ik het niet, uh, acht ik wel niet groot dat we nog verder gaan stijgen naar boven op de vrij korte termijn, maar eerder dat we de onderkant van dit channel weer gaan testen rond de 23.000 dollar. Daarnaast hou ik ook ben ik ook wat geld aan de zijkant aan het houden voor het geval we wel nog een dump krijgen naar een lagere levels. Dus misschien terug naar die eerdere low. 17.000, 18 18.000 dollar. Of misschien zelfs naar 12.000 dollar. Kan altijd nog. Uh, ik heb het gevoel dat dat eerder staat te gebeuren dan dat we ineens 30.000 dollar gaan zien. Dus ik hou wat geld daarvoor aan de zijlijn. Tip van flip, geen financieel advies. Kijk maar wat je daar zelf mee doet. En ondertussen zijn we natuurlijk lekker aan het traden. Geld dat we maken met traden, kunnen we ook weer stoppen in eventuele lange termijn posities maar dat is voor uh, bitcoin wat ik eigenlijk nu dus het liefst zie, zie gebeuren. We hebben die weekly open gebroken, dus daar traden we nu onder. Uh, dat is ook niet al te bullish. Dus het is gewoon kijken uh, wat we momenteel gaan doen. Breken we die 25.000 zien we hogere targets. Dat zou vrij bullish zijn voor Bitcoin. Anders zie ik de onderkant van het channel weer terug met uh, een aantal support levels die er tussenin zitten. 23.500 en dan daarnaast die 22.800 ongeveer. Kijkend naar dan de aandelenmarkt, want dit is een belangrijke. Het weekend was bullish, maar wat ik in het weekend al zag is dat de aandelenmarkten tegen een vrij groot resistance gebied aanlopen. Dus die uh, lijnen stonden er al in. Altijd makkelijk voor het overzicht. Aandelen markten 13.556. De markt sloot met deze bullish candle tegen resistance aan. Had hij gebroken met deze markt open, dan hadden we de crypto ook waarschijnlijk zien gaan vliegen. Um, maar op het moment dat ze die, die resistance vonden en een klein retasement kregen, zie je dat terug in de markten. Dat was de, eer, de betere mogelijkheid of met een grotere kans. Dat is ook gebeurd in dit geval op de NASDAQ. NASDAQ die hangt het meest samen. Of die zie je vaak dat daar crypto meer op reageert dan de Dow Jones. Maar toch heeft dat ook invloed. En ook de Dow Jones die liep tegen grote resistance aan. Dow Jones die zit hier al een tijd in dit neerwaartse channel die steeds breder wordt. Maar wat meer uh, een grotere mogelijkheid is in mijn optiek is dat we dus nu die retracement krijgen. Ja, er zit wat resistance tussenin. Maar uiteindelijk meer pijn gaan krijgen richting de onderzijde van dit channel op de Dow Jones. Hebben we natuurlijk ook bij die Nasdaq hier. Daar zitten we ook in die channel. Zou je hem ook uh, kunnen tekenen. Oh, hier zijn we hem gebroken. In ieder geval, we zitten wel tegen horizontale resistance aan. We hebben de channel gebroken hier. Zaten we ook in een breder worden channel. Uh, wat ja, positief is, maar toch krijgen we die retracement. We hebben die Dow Jones die wel tegen de bovenkant van dit channel aan zit. Je ziet hier dat we nu in ieder geval die retracement krijgen op deze horizontale uh, resistance. Dus... Retracement ergens naar een supportgebied. Wellicht hier bovenkant van uh, dit grote channel. En de bovenkant van dit kleine channel. Is natuurlijk een mooi resistance gebied. Valt ook samen met de CPI indicator die je hier ziet. Dus um, op de korte termijn meer rood en uh, meer pijn is in mijn optiek um, aannemelijker dan. Dat we weer bullish prijsactie gaan zien. Daardoor zie je dus ook dat Bitcoin nu die levels reject. Uh, sowieso is die 25.000 dollar een sterk level. Is natuurlijk ook heel psychologisch. Maar de aandelenmarkten werken ook niet mee. Ethereum, nou, dit hebben we een lange tijd erin gezet. Is als we uit de channel breken. Maken we waarschijnlijk een move omhoog. En krijgen we de retest op ongeveer 1800 of 1900 dollar. Dit is eigenlijk precies wat Ethereum nu aan het doen is. Iets mindere move omhoog. Maar gaat dus omhoog. Terug voor de retest. Je ziet dat hij ook die 50 move in average hier op gaat zoeken. En dat Ethereum een belangrijk resistance level, of een support level moet ik zeggen, gebroken heeft. En dat is de maandelijkse support die hierin staat. Um, van. 1925 om en nabij die hebben we gebroken en daar treden we nu onder je ziet dat we enorme resistance hebben gehad en dat is ook logisch voor Ethereum bij 2000 om en nabij 2000 en daar weer een retracement af hebben gemaakt, uh, vanaf hebben gemaakt dus wat je voor Ethereum wil zien gebeuren is uiteraard dat we die 2000 hier breken en dat we in ieder geval daarboven sluiten, we hebben nu dus best wel uh, aangevallen dit level, drie keer. En daarna hebben we die rejection gehad. Je wil dat we daarop terugkomen en breken. Uh, die resistance, sterke resistance tot ook een sterke support maken. En dan ga je kijken naar eventueel hogere prijstargets. Komt al gauw 2300 en dan natuurlijk 2500 in beeld. Maar zolang de aandelenmarkten bearish zijn... En zolang Bitcoin niet meewerkt, ook al is Ethereum nu al een tijdje een leading indicator in de crypto-markt, zal je niet zien dat de markt heel veel spannends gaat doen. Ja, er zijn heel veel mooie charts die opleinen, zo ook bijvoorbeeld uh, deze GMT-chart. Uh, die er goed uitziet. Dit is op de 4-hour. Daar zitten we al een tijd in een trade sinds hier, zoals je kan zien. Waarom? Simpelweg uh, die ascending triangle. Prijsactie bevalt me hier. Kreeg uh, buy-signals op de CPI ook hier, hier beneden. Een hele goede Cryptonite Pro-indicator. Die gaat heel binnenkort live. Dit is de laatste testweek. Dus als je daar gebruik van wil maken, stay tuned. Uh, welke hebben we nog meer lopen? We hebben Shiba natuurlijk gehad. Waar is Shiba? Shiba is hier. Uh, die heeft een hele mooie uh, trade opgeleverd, uiteindelijk. Hier ook hele goede uh, buy signals gehad. Uiteindelijk besloten om in te stappen. Uh, aan de hand van Cryptonite Pro Indicator. En natuurlijk het mooie patroon wat, in, uh, wat ik ook in Cryptonite leer. Uh, met verschillende TP-punten erin. Hoop gehaald. Um, ja, en momenteel loopt deze nog lekker door. Dus dat is momenteel de cryptomarkt. Daarnaast zijn er nog heel veel coins die ook mooi oplijnen. Als je daar een video over zou willen zien. Laat het me vooral weten in de comments. Dan maak ik een video over potentieel mooie trades die er nog aan zitten te komen. Ik hoop dat je dit een toffe update vond. Als het zo is, like hem even. Deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adios.